Kasper krijgt een goal! Ja! Wat een wissel daar! Van Nistelrooy. Van Basten. Het is 1-0! Doelpunten voor één en dezelfde club. Is dat veel? Ja, dat is behoorlijk veel en het wordt in verhouding steeds meer. Want stel dat je 25 keer per jaar scoort, dan moet je 4 seizoenen behoorlijk blijven scoren. En bij diezelfde club zien te blijven, dat lukt meestal niet. Want als je zoveel scoort, dan wordt hem meteen uit het buitenland aan je getrokken. En dan haal je die 4 jaar al niet eens meer. Toch zijn er bij Ajax in de periode van betaalde voetbal niet minder dan 13 mensen die 100 doelpunten gehaald hebben. Sterker nog, er zijn er zelfs 3 die dat 2 keer gedaan hebben, die de 200 doelpunten overschreden hebben. Johan Cruijff had er 9 jaar voor nodig. Jacques Zwart, hij speelde 17 seizoenen in het eerste. En Henk Groot, hij had 2 periodes bij Ajax, tussendoor even bij Feyenoord, waarin hij ook die 200 doelpunten haalde. Laten we eens kijken naar die 13 mensen die de grens van 100 doelpunten bij Ajax gehaald hebben. Wat waren dat voor mensen? Wat waren dat voor spitsen? Je kunt ze ruwweg, denk ik, in 3 soorten verdelen. In de artiesten, in de afmakers en in de mensen daartussenin die er niet echt staan specifiek om doelpunten te maken, maar het wel doen. Die artiesten, daar had je mensen tussen als Marco van Basten. Ik noem er maar 1. We kunnen ons allemaal die prachtige omhaal tegen FC Den Bosch herinneren. We kunnen ons allemaal de stiftjes herinneren tegen Feyenoord. Heeft hij dat een keer fantastisch gedaan toen we met 8-2 wonnen. Gaf hij een hele mooie weg. Van Basten. Alles winnen ze nu natuurlijk. Ja, ook zo'n goal nog. Ja hoor, ook dat nog. 8-2, Marco van Basten. Het jonge spul kan niet meer terug. Als we het over stiftjes hebben, hebben we het natuurlijk over Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp die als vleugelspits begon bij Ajax als jongen van 17. Uiteindelijk steeds meer de rol van de nummer 10 ging spelen. Dus niet specifiek om doelpunten te maken, maar ze wel tussendoor behoorlijk meepikte. En zo begint de opbouw weer van achteruit. Meestal bij Wim Jonk. Een paas door het hart op Bergkamp. Schitterend! Die paas van Jonk dwars door het hart van de verdediging. En Bergkamp is weg en klopt zijn bewaker Lamers voor de tweede keer. Technisch buitengewoon knap. Een team met een griffel. En van Johan Cruijff kunnen we ons natuurlijk zijn terugkeer bij Ajax in december 1981 herinneren. Tegen Haarlem. Hij begon wat nerveus aan de wedstrijd. Toch wel. Er zat een hoop druk op hem. Maar opeens, na een minuut of 20, zag hij dat gat. Glipt Riesemann voorbij en gaf hij een boogbal ten beste die precies op maat was. En Edward Metgod volkomen kansloos liet. Het zijn maar een paar van de doelpunten die we ons van Cruijff herinneren van de Willem 200. We kunnen wel de hele dag doorpraten. Eén artiest die nog niet aan de orde geweest is, omdat hij net die 200 niet gehaald heeft. Maar op 189 bleef hangen is natuurlijk Piet Keijzer. Hij maakte een redelijk radicaal einde aan zijn carrière, ook toen hij ruzie met de trainer had. Maar wat kunnen we ons van Piet Keijzer niet aan fantastische vrije schoppen herinneren. Draaiende vrije schoppen, kromme ballen. Prachtige acties waarvan je je achteraf afvroeg hoe hij dat gedaan had. En hier krijgt hij zijn kans door verkeerd terugspelen. Wordt het een goal? Ja, het wordt een goal. Keijzer heeft gescoord door een enorme Duitse dekkingsfout. Dan heb je natuurlijk die tweede groep mensen die niet echt aangekocht zijn specifiek om doelpunten te maken, maar het wel heel goed konden. Vaak vanuit de tweede lijn. Vaak als schaduwspits of als nummer 10 of als opkomende middenvelder. Een van die mensen was Henk Groot. Groot! Ja! De volgende man in ons rijtje, Steven Patterson, de sympathieke Zweed die begin jaren 90 heel veel scoorde, maar eigenlijk nog veel meer doelpunten door een ander liet maken. Marciano Vink. Bergkamp! Dit is een prachtig doelpunt na een wonderschone combinatie tussen Patterson en Bergkamp. In het verlengde van Steven Patterson was eigenlijk zijn opvolger bij Ajax, Jari Litmanen. Ook hij was niet een uitgesproken spits, uitgesproken afmaker. Maar hij pikte heel veel doelpunten mee, ook als schaduwspits, als nummer 10. Hij zette heel veel aanvallen op. Vaak werden die door anderen afgemaakt, maar vaak maakte hij ze zelf ook af, als hij ze weer terugkreeg tenminste.
Strafschoppen nam hij ook allemaal. Dat tikt natuurlijk altijd lekker aan op je aantal. En van Ayari Lidmanen hebben we een bijzonder dierbare herinnering, denk ik, bij Ajax. En het laatste in dit blokje is een beetje in het rijtje van mensen die 100 doelpunten maakten. Dick Schoenaker. Dick Schoenaker was natuurlijk helemaal geen spits, hij was zelfs een aanvaller. Hij was een middenvelder, hij was de man, de breker op het middenveld, hij was de shower, hij was de superlong. En toch, als je kijkt hoe vaak hij gescoord heeft, het is niet te geloven. En dan is er natuurlijk die groep van uitgesproken afmakers. Mensen van wie je verwacht dat ze doelpunten maken, omdat ze daar eigenlijk ook voor gekocht zijn. Een specifieke afmaker bij Ajax was natuurlijk ook Johnny Bosman. Bosman die in de spits stond met Marco van Basten er net achter. Of net andersom, net hoe het uitkwam. En Bosman die ook heel goed was in de afwandelde bal van Van Basten. Als Van Basten een bal miste, dan stond Bosman erachter klaar om hem erin te knopen. Wat een kop van Schip. Bosman komt en hij zit erin. Johnny Bosman. Een andere man die we vooral kennen vanwege zijn kopballen is natuurlijk Ruud Geels geweest. Die er specialiteit van had om uit alle hoeken en gaten koppend, springend, vallend die bal erin te krijgen. Niet dat hij het met zijn voet niet kon, maar zijn hoofd was wel zijn echte specialiteit. Muren. Geels, ja, schitterende kopstoot. Ruud Geels, het is 3-0. Wat is hij sterk in de lucht. Het is 3-0 voor Ajax. Ruud Geels. De laatste die zich bij de club van 100 gevoegd heeft bij Ajax, dus het afgelopen seizoen, vlak voor zijn vertrek, Klaas-Jan Huntelaar geweest. De man die van Heerenveen kwam, daar al aan de lopende band scoorde en dat bij Ajax vrolijk doorzette. Maas verdedigt uit, Rommenaal. Nou, waarom niet ineens? Gaat voor de voorzet. En wat een goal zeg. Wat een geweldig doelpunt van Klaas-Jan Huntelaar. Wie wordt de nummer 14 bij Ajax? Die 100 zal halen, kijk je op de lijst, ja, het zou Tvitanić moeten zijn. Dat is op dit moment de echte spits bij Ajax. Maar ja, die begint net. Dus om die nou wel voor een club van 100 te gaan tippen, is misschien leg je iets te veel druk op hem. Het zou bijvoorbeeld kunnen als iemand terugkeren bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar stelt dat hij het niet redt in Spanje. Kan hij weer terug bij Ajax. Maar ja, hij zit al in die club van 100. Dus dat is niet nummer 14. Het zou bijvoorbeeld Rafael van der Vaart kunnen zijn. Ik zou me voor kunnen stellen dat hij zijn carrière bij Ajax zou willen afmaken. Hij staat, als ik het goed heb, ergens rond de 70 nu uit mijn hoofd. Dus die zou best nog die 100 kunnen halen. Wie zal het weten, het is één groot vraagteken. Maar wel een vraagteken wat ooit wel weer zal worden ingevuld.